Welkom bij Studio 100 Music op het Update, het account dat jou meeneemt naar de wondere wereld van Studio 100. Wij bezoeken musicals, maken een podcast en we trekken erop uit om de magie van Studio 100 extra goed te beleven. Mijn naam is Robin. En ik ben Melanie. En samen brengen wij Studio 100 en al het andere leuke naar jou toe. Ga dus lekker zitten met een popkoek of Samson limonade. En geniet van onze avonturen bij Studio 100 Musical Updates. Goedemorgen lieve vrienden en welkom bij onze eerste vlog. We gaan eens even checken hoe laat het is. 9 uur 24 en ik was al rond een uur of 8 wakker. Excitement natuurlijk. Mijn wekker stond voor 9:30, dus ik ben lekker op tijd wakker. Want we gaan vandaag, gaan vandaag weer naar Daams. Het is vandaag 14 mei om exact te zijn. En vandaag zijn ook de dvd-opnames van Daams, waar heel veel mensen al naar hebben gevraagd. Dus bij deze, er komt een dvd. Dus ja, dat is heel leuk. Ik ga zo eerst even douchen en mijn haar wassen, want het is wel even nodig. En dan neem ik jullie mee gedurende de dag. En jullie hebben ook deze dag gevolgd via Instagram. Dus jullie zullen misschien wat dingetjes terugzien die ik op de story heb geplaatst. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ga opstaan en even de douche inspringen. Zoals jullie zien ben ik gedoucht. Ik heb me omgekleed. Ik heb een pakje aan. Het zijn allebei van de Bon Prix voor wie interesse heeft. Dus ik ga eerst even ontbijten. Oh, ik heb ook mijn muntthee met honing. Wat ik altijd heel erg lekker vind. Ja. En ja, we gaan dus even eten. Mijn kat heeft net gegeten. Ja, en die wil naar buiten. Dus. Bye. En ik ga ook even de takeover op Instagram starten. Ja, laten we dat eens gaan doen. Mobiel. En ik ga even op Instagram beginnen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 14 mei. En het is denk ik al 10:30 geweest. Dus we zijn lekker vroeg vandaag. Ik was om 8:00 wakker. En ja, ik ga jullie weer meenemen naar Daams. Met de Instagram takeover en via de vlogcamera. Wat wil zeggen dat we ons YouTube-account toch wel iets actiever willen houden. Ja, ik word vanmiddag opgehaald door mijn beste vriend. En we gaan samen onze vriendin ophalen. En dan gaan we naar Beurs. Zoals jullie weten is het voor mij altijd even een reis om af te leggen. 1,5 uur om precies te zijn. Maar dat is het uiteraard waard. Zoals ik al zei, neem ik jullie dus mee vandaag. En ja, ik heb er weer zin in. Het zonnetje schijnt. We zijn blij. Dus dat is allemaal goed. Ik laat jullie straks even weten wanneer ik vertrek. En nu ga ik even ontbijten. There we are. Het studio met het theater. Dus we zijn er. Nou, hier is Kaylee. Ah. En? Dennis. Dus dit is mijn gezelschap voor vandaag. We zijn heel vroeg. Ja. Maar wat gaat de eerste? Oké, jullie zijn nu binnen. Wat is de eerste reactie? Amazing. Ik vind het echt heel tof hier. Het is echt gewoon alles ziet er mooi uit en fancy. En zelfs de wc's. I mean, waarom is het zo fancy? En voor jou? Kan ik hier wonen? Ja. Is hier ergens een slaapplek? Gewoon, weet je, gewoon. Leuk. Ja. Ik kan deze tafel mee naar huis. Kan ik open haard mee naar huis. En het goed erin. Ach, gewoon alles. Nou, wij hebben dus de show van 4:30. Dus we zijn hier vroeg. Want het is om exact te zijn. Het is exact. Bijna 3:00. Nee. Ja.
netjes op tijd. Bij mij staat nu ook echt zo lokale tijd en Belgische tijd. Fijn dat het toch gelijk loopt. Ja. We zijn in het pop-up theater, jongens. Tijd van vandaag. Ik zit hier opgeschreven bij deze twee. Heel leuk. We zien elkaar voor het eerst. Ja, dag. Ik moet je lang doen. Ja, dit wordt een lange dag voor jou. En dan morgen. Maar dat van de rij. Wij zitten nu in de zaal. Wat zijn de eerste reacties in de zaal? Het is zo huge, oh my god. Niets te doen. Wij zitten vandaag op tribune F. En dit zijn camera's, er zijn camera's. Ja, DVD-opnames, jongens. Kijk. Daar is een camera, kan je dat zien? Dat is een camera. Daar ergens zijn nog meer camera's. Mag ik ze bedienen? En dit is ons uitzicht. Heel leuk. Hebben we er zin in? Hebben we er zin? Ja! 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 Jongens, we hebben er echt zin in. Thank you.
Zouden jullie ronde 2 doen? Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. We hebben al gekeken of er nog tickets waren, maar... Geld, geld. Ja. Maar het was uiteraard weer heel mooi. Jullie hebben al wat beelden gezien van de buiging. Ja, het blijft gewoon geweldig om te gaan. Dus ik ben heel benieuwd naar wanneer de DVD uitkomt, maar dat horen jullie uiteraard vanzelf wel. Ja, we gaan nu op zoek naar eten, want we hebben honger. Niet honger op zijn daad, maar we hebben trek in iets lekkers. Gewoon trek. Dus ja, ik spreek jullie zo. 100 jaar later, we hebben ons eten. Heel charmant. Zitten we bij de McDonald's? Ja, lekker. We hebben heel lang gewacht, maar... Ze zijn nog aan het bijkomen hier, volgens mij. Ja. Mijn hoofd zit helemaal vol. Ja, echt hoor. Gewoon dat ene afrikkel. Maar dat is goed. Jullie zouden nog een andere keer willen. Ja. Dat is Zeeuwens voorhaling van paar van Daanse Nieuws. Ja. Oh, ja. Dus als er iemand wat sponsoren, dan horen we. 300 bij ons. Nee, maar het was weer een hele leuke dag. Meedoen is ook niet erg, hè? Dat zouden we ook heel graag willen. Ja. Maar goed, wij gaan nu onze McDonald's even opeten. En ik spreek jullie zo. Heel makkelijk door. Zo, het is inmiddels al de volgende dag. Het is al bijna het einde van deze zondag. Het was uiteraard natuurlijk weer superleuk en heel mooi zoals altijd. We hebben het echt naar onze zin gehad, dus dat is altijd heel fijn. Ik was vergeten om de vlog af te sluiten, dus vandaar dat ik het nu even doe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, het is toch wel de eerste vlog die we nu hebben. Maar we gaan proberen om het wat vaker te doen, want het is toch wel leuk om jullie ook eens een keer... de andere kant van ons account te laten zien, waar we gewoon onszelf zijn en jullie dus meenemen naar dans of naar misschien een andere show of dingen die we misschien op de planning hebben staan, wat ook wel leuk is om te laten zien. Wat betreft de captatie van gisteren, jullie gaan daar heel snel nog informatie over krijgen, dus hou zeker ons account in de gaten. En heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop dat we jullie de volgende keer terugzien in onze volgende vlog. Dus bij deze wens ik jullie een hele fijne dag, fijne avond, fijne ochtend, waar je ook bent op de wereld. En we zien jullie heel snel.